Bij de sloop van het tankstation aan de Havendijk in Tiel is een broedende kou. Dat is een vogel ontdekt in de te slopen schoorsteen. Onderzoek van de Groene Ruimte uit Wageningen, een ecologisch adviesbureau, heeft bevestigd dat er in de schoorsteen een vogel met nest zit. Dit betekent dat tot de jonge vogels zijn uitgevlogen er geen sloopwerkzaamheden aan de schoorsteen kunnen plaatsvinden. Ook blijft de muur naast de schoorsteen staan ter ondersteuning. De rest van het pand kan wel gesloopt worden. Het kan tussen de vier en acht weken duren voor er verder kan worden gegaan met de werkzaamheden. Het tankstation zou eigenlijk voor 1 mei in zijn geheel gesloopt moeten zijn. Die deadline kan nu niet worden gehaald.